Criminaliteit in Nijmegen stijgt flink na coronaperiode. Tientallen klachten over koude woningen van Portaal. En Nijmeegs uitgaansleven krijgt er 2 nieuwe clubs bij. Jaarlijks stuurt het Nijmeegs College van Burgemeester en Wethouders een jaaroverzicht van het aantal geregistreerde misdrijven en incidenten aan de gemeenteraad. Na de jaren waarin beperkingen vanwege het coronavirus golden, is in 2022 het normale leven grotendeels hervat. Vanmiddag spraken de burgemeester en de politie in het stadhuis over de effecten dat dit had op de criminaliteitscijfers in Nijmegen. Ja, het laat een gemengd beeld zien. Je merkt heel duidelijk dat corona voorbij is. Dus je ziet dat mensen meer erop uitgaan, waardoor geweldsmisdrijven buiten. Het drank- en drugsgebruik, omdat we meer op pad zijn, toch wel gestegen is. Aan de andere kant, een heleboel overlastmeldingen die behoorlijk hoog waren tijdens coronatijdperk, die zijn alweer aan het dalen. Je merkt echt dat we bij wijze van spreken weer de draad hebben opgepakt uit 2019. En de opgave is natuurlijk om te zorgen dat niet een permanente stijging gaat worden. Nou, wat we in ieder geval altijd doen als de cijfers bekend zijn, maar doen we eigenlijk het hele jaar door, is dat we proberen te ontdekken of er ergens trends te zien zijn waar we ons zorgen over moeten maken. We zien ook dat het jaar 2019 voor ons een belangrijk en interessant jaar is, omdat het jaar is dat corona nog niet in Nederland was. Je ziet vooral dat de cijfers met betrekking tot personen met verward gedrag wat gestegen zijn. De drank- en drugsoverlasten, met name in de horeca, stijgt. Nou, dat zijn zaken die houden ons bezig. Criminaliteit kan van alles zijn, maar wat viel de burgemeester nou eigenlijk het meeste op aan het rijtje met cijfers? Dat bijvoorbeeld bij personen met verward gedrag dat het aantal overlastmeldingen had echt gestegen is en ook veel hoger is zelfs dan voor corona. Dat is echt een hele opvallende. Die zien we landelijk. Daar is Nijmegen niet uniek in. Maar die valt me echt op. Ook omdat we daar niet echt een hele sluitende verklaring voor hebben. Waarom dat dan nu opeens zo weer gestegen is. Nadat het een tijdje aan het dalen was. Nou, de belangrijke opgave is dat we zorgen dat die mensen hulp krijgen. En die horen dus eigenlijk niet door de politie opgepakt of benaderd te worden. Het kost de politie niet alleen veel werk. Maar de mensen waar het om gaat, die worden daar niet geholpen. Dat zijn geen criminelen. Dat zijn mensen die gewoon zorg hebben omdat ze psychiatrisch een probleem hebben. Dus daar zit ook je belangrijkste oplossing. In 2023 wil de politie op de volgende manier omgaan met criminaliteit. Nou, als het gaat om waar willen we eigenlijk meer op inzetten, dan is een van onze prioriteiten gaat om digitale criminaliteit. En we willen eigenlijk inzetten op preventie en op repressie. Preventie is gaat het vooral om het weerbaar maken van de samenleving, weerbaar maken van de mensen in Nijmegen. Hoe je kan voorkomen dat je slachtoffer wordt van bijvoorbeeld bankdeskfraude of marktplaatsfraude. En repressie gaat er voor ons over dat we eigenlijk de pakkans van dit delict willen vergroten. Met een dekentje op de bank, sloffen en extra kleren en vaak nog een elektrische kachel erbij omdat het anders niet warm te krijgen is. Bewoners van de Nijmeegse flat Vijverhorst klagen bij woningverhuurder Portaal dat hun woning alsmaar koud blijft. Sommige kinderen kruipen zelfs bij hun ouders in bed, omdat het op hun eigen kamer niet uit te houden is. Het is hier gewoon heel koud in de slaapkamer. En zo lig ik samen met mijn dochter in één bed, met een bedverwarming. Want het is hier 14 graden. 2 jaar geleden klaagden de bewoners ook al. Daarna is woningverhuurder Portaal aan de slag gegaan. Maar volgens Anita is de flat nu mooi van buiten, maar rot van binnen. Ja, ja, waarom zeg je dat? Nou, omdat er gewoon heel veel mensen met lekkages ook nog zitten. En het is ook gewoon allemaal opgelapt, vind ik gewoon ook. Ruim 100 van de 108 flatbewoners hebben hun handtekening gezet onder een petitie. Het is gewoon niet goed gerenoveerd, want het is hierboven, je ziet de kieren nog lopen. De tocht komt er naar binnen en het is gewoon ontzettend koud binnen. Extra kleren, een elektrische kachel, de bewoners proberen van alles om het toch warm te krijgen. Is het niet echt fijn voor de energierekening dan? Nee, dat zeker niet. Maar ja, soms denk ik, ik ga ook niet in de kou zitten. Het is gewoon niet warm te krijgen hier. Dus vandaar ook nog mijn elektrische kachel erbij aan. Voorheen stonden bewoners regelmatig onder een koude douche. Nu is hij soms ineens bloedheet. Auw! Ja, het is gewoon gevaarlijk. De bewoners willen dat Portaal zo snel mogelijk actie onderneemt. Tot die tijd blijft toch de Stacy
nog lekker bij mama in bed. Welterusten. Welterusten. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Stadsbrug De Oversteek was vanochtend een ijsbaan en moest dicht. Zo meteen hoor je waarom de Oude Waalbrug wel gewoon open kon blijven. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming heeft afgelopen vrijdag samen met de politie een hond uit Overbetuwe in bewaring genomen met een ernstige onbehandelde huidallergie. Door de aandoening heeft de hond te kampen met intense jeuk, ontstekingen en grote kale plekken in de vacht. De hond was al 2 maal onder dwang naar de dierenarts gebracht. Toen bij de 3e controle bleek dat de eigenaar het dier nog niet goed verzorgde, is deze in bewaring genomen. In de Nijmeegse binnenstad openen deze week 2 nieuwe uitgaansgelegenheden voor 21-plussers. Aan de Bloemerstraat, in het voormalig pand van een Good Vibration, opent donderdagavond de Bloemerbar. Op donderdag en zondag is dit een kroeg. Op vrijdag en zaterdag verandert die kroeg gedurende de avond langzaam naar een club. Ook aan de Tweede Walstraat opent een nieuwe club. Via een niet zo opvallende ingang aan deze ringweg komt het publiek in het achterste deel van Café van Buren terecht. Daar vind je een disco- en houseclub Freya, waar semi-alternatieve muziek zal worden gedraaid. NEC speelde woensdagavond uit bij de koploper in de Eredivisie Feyenoord. De ploeg van trainer Rogier Meijer moest hopen op een stuntje tegen Feyenoord, maar kwam al snel op een 1-0 achterstand. NEC begon toen iets meer het initiatief te nemen, maar vlak voor rust kreeg NEC een penalty tegen en een dubieuze rode kaart voor verdediger Ivan Marquez. Daarmee was de wedstrijd klaar en kon NEC alleen nog maar de schade beperkt houden. Het bleef uiteindelijk 2-0 voor Feyenoord. Trainer Rogier Meijer was dan ook woest na afloop van de wedstrijd over de rode kaart die in zijn ogen onterecht was. Daarin is hij in het gelijk gesteld door de KNVB, want vandaag bleek dat de rode kaart is geseponeerd en dat Ivan Marquez zaterdag tegen Sparta gewoon kan spelen. Het was code oranje vanochtend in de regio. Door de motregen in combinatie met lage temperaturen werden veel wegen spiegelglad. Bruggen zijn daarbij meestal als eerste aan de beurt. In Nijmegen werd hierom Stadsbrug De Oversteek tijdelijk afgesloten nadat er al de nodige ongelukken waren gebeurd. De Oude Waalbrug kon tegelijkertijd wel gewoon open blijven. Al vroeg in de ochtend ontstond een lange file op de A12 door een ongeluk tussen 4 auto's en een vrachtwagen. Het ging mis op de IJsselbrug, ter hoogte van Westervoort en Duiven. Rijstroken werden daar afgesloten. Om 7:30 werd daar al een vertraging van 3 uur aangegeven. In Nijmegen was De Oversteek, dat is de nieuwe brug over de Waal, zo glad dat de brug urenlang voor verkeer werd afgesloten. Het waren dus vooral bruggen waar zich vanochtend problemen voordeden. De weg heeft natuurlijk ondergrondwarmte, dus de temperatuur van de weg, de wegtemperatuur zal daar wat minder snel dalen. En bij bruggen en viaducten dan is er sprake van een open structuur, geen ondergrondwarmte en die koelen sneller en eerder af. Dat De Oversteek werd afgesloten was wel bijzonder. Want bruggen afsluiten wordt in de regel pas als laatste redmiddel gedaan. In principe proberen we daar zo lang mogelijk van weg te blijven. Dan moet het echt levensgevaarlijk worden en onmogelijk om er overheen te gaan. Tot 9:00 vanmorgen gold code oranje in onze provincie. Automobilisten moesten vanochtend voor vertrek eerst hun auto ijsvrij maken. Een dikke laag ijzel die in veel gevallen los op de ruiten lag. En daarom kon het ijs soms op een bijzondere manier verwijderd worden. Gewoon het raampje open en van binnenuit wegduwen. De dag begon vandaag met een wereld die in een laagje ijs was gehuld. Dat kun je ook mooi zien op de takken hier achter mij. Voor de automobilisten was het wat minder prettig. Er moest flink gekrapt worden vanochtend en de wegen waren ook spekglad. Gelukkig kregen we er wel een mooie dag voor terug. Morgen zullen we de zon weer even moeten gaan missen. Het blijft wel droog, maar het wolkendek zal de zon helaas niet doorlaten. Hierdoor blijft de temperatuur ook steken op een graad of 4. In de nacht naar zaterdag kunnen er vervolgens wel weer wat opklaringen voorkomen. Zaterdag is de zon dan wel weer even terug en wordt het weer een prima dag. Zondag blijft het bewolkt en is er een kleine kans op een bui. Richting de nieuwe week neemt de kans op een winterse bui weer toe en zal de temperatuur ook langzaamaan weer wat verder gaan stijgen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube-kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. En nu kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!